In deze video leg ik uit hoe je een klikbare link maakt in je YouTube video. Dat is een link zoals bijvoorbeeld deze die hier in beeld verschijnt. Hoe je een klikbare link maakt kan ik het beste uitleggen achter de computer. Dus loop je even mee? Zo, we gaan dus een klikbare link maken in een bestaande video en de link gaat naar mijn website. Om te beginnen moet je inloggen in je YouTube-account. Vervolgens selecteer je het knopje naast uploaden en klik je op videobeheer. Dan selecteer je de video die je wilt voorzien van een klikbare link. Bijvoorbeeld deze. Klik dan naast de video op bewerken. En ga dan naar aantekeningen. Selecteer dan in de video een moment waarop je de aantekening wilt laten zien. Bijvoorbeeld op 37 seconden in mijn voorbeeld. Klik dan op annotatie toevoegen en op klik op opmerking. Klik dan, of typ liever gezegd, een opmerking in. Meer weten. Klik hier. Dan kun je de achtergrondkleur kun je eventueel instellen. En de kleur van de letters. Je hebt de keuze tussen zwart en wit. Ook kun je de grootte van de letters instellen. En kun je de lengte waarop, waarop de klikbare link is te zien kun je instellen. Dus ik ga bijvoorbeeld zetten op 44 seconden. Van 37 tot 44 seconden. Ook kun je hier onderin kun je het verslepen. Dus kun je de lengte ook met dit balkje instellen. Dan is het belangrijk om de link aan te vinken, moet ik zeggen. En dan te selecteren bijbehorende website. Je kunt uitsluitend bijbehorende websites aanvinken, of selecteren, moet ik zeggen, als je de bijbehorende website hebt gekoppeld. Dan typ je de link in. Dat kan bijvoorbeeld de homepage zijn. Maar dat hoeft niet per se. Je kunt ook een subpagina linken van de website die je gekoppeld hebt aan je YouTube account. Kijk altijd wel even of dat de link werkt. Dat kun je doen door te klikken op voorbeeld van link bekijken. Nou, in dit geval werkt het. En dan kun je vervolgens alles publiceren. Heb jij als ondernemer nog vragen over YouTube of videomarketing? Laat jouw vraag dan hieronder in het reactieveld achter. Abonneer jezelf ook even op mijn YouTube kanaal. Dit kun je heel makkelijk doen door op de knop abonneren te drukken. Tot slot kun je jezelf ook nog helemaal gratis inschrijven voor de cursus Hoe maak ik een goede YouTube video voor mijn bedrijf. Ook dit kun je simpel doen door op de link te drukken die hier in beeld komt. Ik wens je in ieder geval nog een fijne dag toe.